Ik zal het als genoot leggen natuurlijk. Ik heb het al gierig bij te liggen. Allee joh, zie, dat is een spelletje waar je kunt met mij rijden. Hè? Dat is heel gemakkelijk nog. Heb je een auto? Nee. Oh, dat spaart je. Maar dat is gemakkelijker dan een auto. Dan moeten we eens om die kruk trekken hier en dan gaat het. Hè? Die, om die richting kruk. Hè? Maar die zijn hier achter in Veurig. Ja, dat, oh, achter, dat is... Als je die zo zet, die kruis, dan gaat hem verrood. Dan gaat hem verrood, en als je hem dus nog van boven brood, dan gaat hem achteruit. Dan gaat hem achteruit. Dat is de richting kruk, dat? En dat is de raakkruk natuurlijk. Zo, dus als je maar niet gedacht hebt. Dat is een je hoort elke keer hoorde die op zijn nummer steken. Ja. Dan moet ik zeggen, als je op de eerste nummer steekt, zal ik niet meer zo maar uitleggen. Dan raden op de weistanden, zie je, dat is in Serie, laat ik dat maar zeggen. In Serie. En als je dus naar boven komt, dan komt de weistanden eruit, dan is het parallel, gelijk met dat noemen, hè. Dus parallel. Maar als je nou eens kort moet stoppen, hè, dan doe je zo, hè. Terug, kom, hè. Watman Wannes van de Velde trok voor ons de velden tegen Tram Perikelen. Zongen van het overgroot plezier. In het goeie koopgemak dat je kunt in meneer. Ik wil na zingen ook, het gij mij ontroerig kwam. Hier onder het publiek de klachten op de tram. Hier onder het publiek de klachten op de tram. Geen meer in door al goed babos en babos zien. Dat is toch verdrietig, er komt geen mens nog in. Laat bier en paal en gif, en kloos die een altijd kwam. Die raaien al voorbij, je zei de nood een tram. Omdat zij al hun geld verraaien op de tram. En ook schier overal het kwakos lamentert. Dat al het groot profijt voorbij hun deur passeert. Laat boeren als een bos die een anders binnenkwam. Die raaien al voorbij, je zei de nood een tram. Die raaien al voorbij, je zei de nood een tram.